Dirksen van Heuvel heeft de bal weer. Zit er fel op. Je merkte echt dat het hockey in Nederland op dat moment even heel hot was, zeg maar. En dat iedereen het WK volgde. De kansen kunnen nauwelijks worden ingespeeld en daar is de kans. De regel verwacht van ons heel veel. Alleen onze interne laat is vele malen hoger altijd dan wat mensen van buiten ons van ons willen zien. We weten wat we willen bereiken. We weten dat het gewoon lastig zou zijn. Het is voor ons absoluut niet logisch dat we hem zomaar winnen. En een strafbal! Ja, jullie zien natuurlijk altijd alleen maar de speelsters en de coach natuurlijk die op het veld staan. Maar natuurlijk heb je sponsoren nodig om alles mogelijk te maken. De arts en de fysio's die ons toch weer iedere keer fit op het veld moeten krijgen. Uiteindelijk, weet je, met al die kwaliteiten samen maak je het een supersterk team. 1-0 Nederland. Onze functie is de speelsters te helpen. En dat hebben we geprobeerd te doen tot het beste voor onze kunnen. Je staat 2-0 voor, het kan gewoon niet meer uit handen gegeven worden. Die laatste 10 seconden in het veld, die zijn zo bizar. We gaan aftellen. En ze juichen al, ze dansen al. Er is niets mooiers om te zien dan feestvierende hockeysters. Want Nederland is opnieuw wereldkampioen voor de 7e keer in de geschiedenis. Die blijdschap, weet je, de een begint te springen, de ander komen tranen omhoog. Maar ja, je ziet gewoon zo'n geluk, zeg maar, in de ogen van al je teamgenootjes. En ja, dat is ook een gevoel wat je, denk ik, bijna nooit meer terug gaat krijgen. Dat is zo speciaal.